Vandaag is de zaak van de Ceresstraat behandeld door de kantoorrechter. In deze zaak gaat het om het volgende. Op 24 juni 2023 was het slachtoffer daar ter plekke. Hij verbleef in een van de appartementen daar, op de hoek van de Ceresstraat en de Coronastraat. En die ochtend kwam hij naar beneden en hij vroeg toen aan de echtgenote van de verdachte om een taxi te bellen. En die mevrouw had het druk en toen heeft ze gezegd van dat ze dat niet gaat doen. Er is uiteindelijk een woordenwisseling ontstaan tussen de vrouw van de verdachte en het slachtoffer. Dat is de aanleiding geweest voor de mevrouw om dan de verdachte te bellen. De verdachte is dus ter plekke gekomen. En er is toen weer een woordenwisseling ontstaan tussen de verdachte en het slachtoffer. En op een gegeven moment heeft de verdachte dan het slachtoffer aan zijn nek vastgegrepen en ook geduwd richting de weg. Daar is de inrit hellend, is van beton gestort ook wel. En om de val te breken heeft het slachtoffer op een gegeven moment een draaiende beweging gemaakt, waardoor hij dus op zijn achterhoofd is komen te vallen. Als gevolg daarvan heeft hij daar een barswond opgelopen, als ook wel een fractuur. En daardoor is de slachtoffer gekomen te overlijden. En daarvoor stond de verdachte dan. Voor die handelingen, zeg maar, stond de verdachte vandaag terecht. En hij is ook veroordeeld daarvoor. Nou, in deze zaak is onder A was doodslag te lasten gelegd. De rechter heeft opzet tot de dood. Dus dat de verdachte opzet had om het slachtoffer te doden, niet bewezen geacht. En heeft dus de verdachte daarvan vrijgesproken. En onder B is te lastig gelegd, zware mishandeling, de dood ten gevolge hebbende. Dat heeft de rechter wel bewezen geacht. En de officier had een strafvoorstel gedaan van 8 jaren. De rechter heeft daarvan afgeweken. Heeft de gevangenisstraf opgelegd van 4 jaren onvoorwaardelijk, onder aftrek van de tijd ervoor. Er is natuurlijk doorgebracht. En ook het bevel tot gevangenhouding, die blijft gehandhaafd.